Dames en heren, kijkers van Ede TV, hartelijk welkom bij deze live uitzending vanuit Ede Centrum van de Heideoptocht 2011. We staan hier in een bocht in de telefoonweg ter hoogte van de spoorwegovergang Nieuwe Stationsstraat. Voor veel mensen van het winkelend publiek wel bekend, dat is dat kleine fietsersoversteekpuntje in de bocht van de telefoonweg. In de verte zien we een gemeentewagen die de laatste dranghekken plaatst op de wegen. En dat betekent eigenlijk maar één ding. Het verkeer wordt tegengehouden en de optocht komt eraan. De optocht is begonnen om ongeveer 6:30 vanaf de Nieuwe Kazernelaan. Volgde daarna de Eikenlaan, een klein stukje Klinkenbergenweg. Toen linksaf de Erikalaan en rechtsaf de Stationsweg. Dan weer linksaf de Telefoonweg in en wat u net in de verte zag, de bocht bij het spoorwegovergang van de Telefoonweg. Daar kunnen wij de optocht oppikken. Wij staan zelf net voorbij station Ede Centrum, net voorbij ons punt. Dan gaan ze de bocht door richting de Cavalierschool en daar linksaf de Veenderweg in. Dan een flink stuk rechtdoor, rechtsaf de Prooijsdijenveldweg, door tot de Molenstraat, dan rechtsaf dus de Molenstraat in. En ter hoogte van de Concordiamolen is dan het defileerpunt. Daar staan de hoogwaardigheidsbekleders, daar zullen ook de heidehoogheden de optocht verlaten en dan de rest van het spektakel het defilé afnemen. En dan is het nog maar een paar honderd meter tot de markt en dat is het eindpunt van de optocht van dit jaar. Overigens ook van vorig jaar, het is ongeveer dezelfde route. Het is alleen één spannend punt, dus net voorbij of net voor de spoorwegovergang, net voor het punt waar wij het kunnen oppikken, daar wordt gebouwd op het voormalige Gelria-terrein en daar is het erg smal. Daar blijft het ook heel smal in de toekomst, een smal stoepje en dan meteen de nieuwbouw ernaast. Dus we zijn reuze benieuwd of alles daar een beetje doorheen kan. En waar wij staan is een vluchtheuvel, dus ook daar zal gekozen moeten worden links of rechts. Nou, als het goed is gaat iedereen rechts, dus voor de kijkers links, langs de vluchtheuvel. En dan zijn wij heel dicht bij de optocht en u dus ook als kijkers van Ede TV. Volgens de lijst die we hebben doorgekregen van de organisatie zijn er dit jaar 60 deelnemers. Het begint zo direct met Planeta Capoeira uit Utrecht, een muziekvereniging met Braziliaanse muziek. Dan een wagen van Sportservice Ede en dan komt er, daar moeten we even doorheen bijten, een soort reclamekaravaan. En als dan jeugdshowband Irene is geweest, dan beginnen echt de praalwagens van dit jaar. Tenminste, als de volgorde die ik hier heb doorgekregen de juiste is. Er staan geen nummers bij, dus ik ga er even vanuit dat dit de laatste versie is. Het publiek wat hier is samengestroomd en alle deelnemers hebben natuurlijk geluk dit jaar. Want het lijkt erop alsof de zomer van 2011 op 20 augustus valt. Het is vandaag een heerlijk warme dag. Zon met wat sluierbewolking. Maar in ieder geval geen regen. Morgen schijnt het ook een beetje vergelijkbaar te zijn. Alleen dan kunnen in de loop van de middag onweersbuien met hagel en windstoot enzovoorts. Nou, u kent het wel van deze zomer. Die kunnen weer opkomen zetten. Maar we genieten maar even van wat we nu hebben. Het mooie weer van deze zaterdag de 20e. Geniet dus straks van een zonnige heideoptocht 2011 bij Ede TV. En terwijl we dus in afwachting zijn van de eerste deelnemers, genieten we nog wat van straatbeelden, het samengestroomde publiek, wat fietsers, wat wandelaars. Al dan niet met de consumptie in de hand, zoals die jongens die u daar ziet lopen.
Volgens het officiële programma van de Heideweek zou de optocht om 9 uur zijn eindpunt moeten hebben gehaald. De markt dus. Het is nu 7:05, dus ik ga ervan uit dat het nu nog wel allemaal op schema loopt. Vorig jaar weet ik nog wel dat er behoorlijk wat gaten vielen uiteindelijk in de route. Dat had onder andere te maken met een klein incident hier in de verte bij de spoorwegovergang. Met wat voetgangers op de rails enzovoorts. Daardoor was er even wat een oponthoud. En dat merk je dan, ja, het is net zoals bij files op de snelweg. Dat merk je dan versterkt verderop in de route. Daar waar het defileerpunt was, waar wij vorig jaar stonden. Daar moesten we soms vrij lang wachten tot er weer wat kwam. En het werd donkerder en donkerder. Nou, nu staan we wat eerder in de route. De optocht vertrekt ook eerder dan vorig jaar. Dus we gaan ervan uit dat we nog bij redelijk wat daglicht de eindstreep hier mee zullen maken aan de telefoonweg. En als de optocht nog niet helemaal is afgelopen, dan begint om 8 uur al de kampioenenparade op de markt in Ede. Dat heeft met allerlei goede sporters uit deze gemeente te maken. En van 8 tot 12 speelt U2 Acrobat, de Nederlandse U2 Tribute, op het Museumplein. Nou, daar staan we vlakbij. Dus ik kan me niet voorstellen dat we dat niet gaan horen straks op de achtergrond. Dus nu wat zachte muziek, ingeblikte muziek te horen op het Museumplein. En misschien hoort u dat wat stommelen op de achtergrond. Maar op het moment dat die Tribute Band gaat spelen, zal het wel iets harder worden. Ik weet niet of u het al had meegekregen. Morgenavond is de filmavond in het Openluchttheater om 8:30. En daar kon het publiek een keuze maken uit een aantal films. De film die gekozen is Avatar. De vraag is dus nu alleen of het doorgaat. Als die onweersbuien inderdaad ook Ede gaan aandoen, dan wordt het volgens mij verplaatst naar binnen. Maar het zou toch leuk zijn als je zo'n boeiende film als Avatar gewoon in de open lucht kunt zien. Nog steeds geen zicht op de optocht. Maar mensen kieken, zoals ze dat hier op de Veluwe noemen, is natuurlijk ook heel erg leuk. Als u zojuist voor het eerst hebt ingeschakeld, u kijkt naar Ede TV, een live verslag van de Heideoptocht 2011 vanuit Ede Centrum. Eerder vandaag hebt u de eerste beelden al kunnen zien op Heideweek TV. Deze hele week, 24 uur per dag, zenden we de beelden uit die wij schieten van allerlei evenementen van de Heideweek. Op het moment dat er dan iets weer binnen is gekomen en gemonteerd is, zetten we het meteen in de uitzending. En het is dan de bedoeling dat u steeds het nieuwste als eerst ziet en dan gaandeweg steeds oudere beelden. En de alleroudste die vallen dan als eerste weer af. Dus u ziet nu onder andere de openingsavond van gisteravond. Maar het kan maar zo zijn dat die morgenavond alweer vervallen is. En vervangen is door bijvoorbeeld nog beelden van vanavond. Kampioenenparade. En van vanmiddag. We verzamelen natuurlijk ook al die beelden weer op internet. Op heideweektv.nl kunt u alles weer terugvinden. Kunt u ook live meekijken als u niet in de buurt bent van analoge kabel TV. En als u dan wilt reageren op onze uitzending, kunt u dat doen via Twitter. Apenstaartje Heideweek TV. En dat laatste schrijft u dan aan elkaar. Apenstaartje Heideweek TV. Paarse ballonnen. De EHBO gaat de optocht vooruit. De meneer is ook mooi in het paars. Kleurt mooi bij de ballonnen. En zo direct gaat het er dus op aankomen of ze de buitenbocht nemen. En dan lopen ze zo'n beetje met z'n allen bij ons door de huiskamers met de hele optocht.
Dat gaat niet super snel. Daarachter een groep wandelaars. Maar misschien zijn het wel Braziliaans-achtige muzikanten. Ik kan dat nu nog niet goed zien. Nou, ik weet niet of u dit ook meekrijgt, deze basdreun, maar dat is dus de muziek vanaf het Museumplein. Dat is niet onze muziek, dat is ook niet de muziek van de optocht. Maar ik zei het al, daar is vanavond een band die optreedt. En die doen dat niet in stilte uiteraard. En dan komt er ook nog een trein er tussendoor. Dus de trein vanuit de richting Lunteren naar Ede-Wageningen. Dus die zal straks meteen alweer de optocht door gaan snijden als die hier station Ede Centrum verlaat. En dan hebben we net pas de eerste waar ze gehad. En ik zei net, het komt erop aan, nemen ze de goede baan? Ja, ze nemen de goede baan. Althans, de gemeente Ede wel. Volgt nu de EHBO ook? Dat is de vraag. En daar lijkt het wel op. Dus daarmee gaat het ook logistiek hier helemaal goed komen. En de reactie van heel veel mensen zal natuurlijk zijn dat ze nu gaan oversteken naar het verkeerseiland om echt zo dicht mogelijk bij de optocht te zijn. Toezicht van de gemeente Ede was als eerste, werd gevolgd dus door het Nederlandse Rode Kruis. Natuurlijk altijd van belang dat als er iets gebeurt, dat mensen meteen ter plaatse geholpen kunnen worden. Ik bedoel, we hebben een groot ziekenhuis hier in Ede, maar voordat je daar bent, hè, is het altijd handig dat er een brancard in de buurt is. Deelnemer nummer 1, Planeta Capoeira uit Utrecht. We beginnen meteen met een stel mensen te gast. En het is Braziliaanse muziek, ja, en die mensen die houden wel van een feestje. Dus terecht dat zij hier de smaakmakers zijn. De kampioenenparade komt er direct achteraan. Sportservice Ede is de officiële deelnemer. En de kampioenenparade, daar worden de beste sporters van het seizoen 2010-2011 gekozen. De genomineerden lopen mee. En zij zijn dus onderweg naar de huldiging. En ja, de vraag is dus wie de gelukkigen zullen zijn vanavond tijdens deze kampioenenparade. Kampioen C-hoofdklasse, Rehorst, KSV Fortissimo. Sportvereniging DOS loopt daar achteraan. Ja.
En in het groen waren dat volgens mij de polarbeers. Goed. Wat u nu gaat zien is een stoet. Aangeklede auto's, busjes, vrachtwagens, hoogwerkers. Noemt u maar op. De reclamekaravaan. En dat is dus het grootste verschil tussen de optocht in Ede en die in Lunter. In Lunter is het strikt reclamevrij. Inkomsten worden daar gehaald voor het hele feest van de dag. Uit de collecte tijdens de optocht. Andere donaties. Maar dus geen reclame tijdens de dag. Hier in Ede ligt dat wat anders. Het dorpse gevoel in Ede is toch wat minder. Om het maar eens zachtjes uit te drukken. En ook feesten zoals de Heideweek, ja, die moeten dus meerdere geldbronnen hebben. En sponsoring is daar één van. Maar zoals u ziet, niet iedereen komt met de bedrijfswagen. Sommigen weten nog ergens een oude kever op de kop te tikken. Of kleden een fiets mooi aan. En zo probeert men er toch nog het mooiste uit te halen. Deze mag zijn voorbanden wel eens oppompen trouwens. Volgens mij fietst dat heel zwaar zo. Hele zachte voorbanden had hij. Ja, misschien de pomp vergeten mee te nemen. Dan lopen ze langzaam leeg. Nou, dan rijdt hij straks op zijn velgen. Een Volkswagen Kever. Het klassieke model. Een icoon van de autobouw uit de 20e eeuw. Ontwerp van Porsche, de opdracht van het naziregime. Maar de productie is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog echt goed op gang gekomen. En dit is dan de speciale uitvoering, de Heidekever. We zijn volgens mij onderweg op vakantie met een bagagemand achterop. Een oldtimer. Ziet u aan de donkerblauwe kentekenplaat met witte letters en cijfers. We kunnen zo direct nog een kraanwagen bewonderen. Hoeveel mensen passen er op het dak van een busje? Nou, u ziet het hier, minstens 5. Het hadden maar zo de kinderen van prins Willem-Alexander en Maxima kunnen zijn. Ze doen er zeker niet voor onder. Scootmobielen, trapliften, dat soort dingen. Hele aparte driewieler. Ik weet niet of we die nog in beeld krijgen. Ja, die oranje daar in het midden. Heel apart ding. Daar komt de VVV-bus aan, promotieteam van de regio Vallei. De fusie van de Gelders-Utrechtse Vallei-gemeenten op VVV-gebied dan.
die hebben een bus. De VVV Veluwe hebben we hier natuurlijk ook. We zitten tegenwoordig in Apeldoorn, maar nog steeds een heel sterk kantoor hier in Ede. En dan wordt het weer even stil, maar in de verte. Ik had het al aangekondigd, jeugdshowband Irene. En dat is dan de aftrap van de praalwagens. En u zag ze in de verte al, de heidehoogheden. Koningin Kaluna, de 55ste volgens mij. En Erika, de 36ste, als ik me niet vergis. Voor hen een drukke week als afsluiting van een jaar lang festiviteiten die ze hebben bezocht. Ze hebben ook al tientallen bezocht het hele jaar door. En dan nu alles achter elkaar in de Heideweek. Reken maar dat zij back af zullen zijn volgende week. Aan het eind van het weekend. En dan is na volgend weekend de kroning van de nieuwe Heidehoogheden. Jeugdshowband Irene uit Ede. Zij zullen dus straks bij defileerpunt uitstappen om het defilé af te nemen van de hele optocht. Dan de winnaars van de mini-heidehoogheden. Dat was vandaag ook een van de activiteiten. Zij zitten hier in de open auto. Twee jonge dames. Misschien dat ze later nog wel eens een gooi doen naar het echte werk. En daarachteraan in de wagen, dat is deze, daar zitten alle deelnemers. De deelnemers van de mini heidehoogheden zitten in een soort paardentram uit Otterlo. Kijk eens. Toch een extra attractie. Als troostprijs. Nu valt er even een gaatje. Er zou nu een draaiorgel moeten komen. En daar is die ook al. Van voren lijkt het altijd een beetje raar. Zo. Of eigenlijk de zijkant natuurlijk. Maar je ziet de trommel wel zitten. Aangedreven met een soort brommetje. Maar wel degelijk een draaiorgel. Dus ik denk dat cameraman Sander hem zo direct wel heel mooi in beeld toch kan nemen. De ambachtsmannen. Dat bin wie altijd. Dat klinkt Lunters. En dat is het ook. De vriendengroep Lunteren. Zo hebben ze zich aangemeld. Of het nou echt een vriendengroep is? Of gewoon een stelletje buurtgenoten? Ik zou ze wel eens even kunnen vragen wat hun ertoe brengt om mee te doen aan de heideoptocht.
Dus als het draaiorgel voorbij is, ga ik eens eventjes buurten bij de ambachtsmannen uit Lunteren. Ja, er wordt natuurlijk geld opgehaald, want dat hoort bij het draaiorgel. Daar is die, uit Bennekom. Bijleveld, Pino's ringorgel. Nou, de ambachtsmannen. Ik ga er eens even naartoe. We gaan eens even bij de ambachtsmannen kijken. Dag heren. Hallo. Zijn jullie een vriendengroep? Begreep ik dat goed? Ja, uit Lunteren. Hoe lang zijn jullie al vrienden? Ja, weet ik veel. Heel lang. Heel lang. Ja, heel lang. Maar wat brengt jullie er dan toe om hier aan mee te doen? Nou, eigenlijk zouden we meedoen aan de Oud-Lunterse dag. Maar ja, we waren op tijd klaar, dus doen we ook maar gewoon in Heidenweek mee. Maar volgende week zaten we dus nog een keer. Maar dan ga je geen prijs winnen, of wel? Nee, dan geen prijs. Maar hier wel, hè? Ja, zeker. Wat heb je gewonnen? Ja, de eerste prijs. De eerste prijs. En dan ook nog op de kop van de praalwagenstoer. Het mooiste dat er is, toch niet? Wat gaan jullie straks doen als jullie hier klaar zijn? Eh? Wat gaan jullie straks doen? Biersuppen. Dat dacht ik al. En een stuk ruppen. En dan in wandeltempo naar Lunteren. Oké, okay, veel plezier. Eerste prijs, particulieren. Maar ze hebben dan ook flink getimmerd. Kijk, ze hebben de vriendinnen ook meegenomen. Dan wordt het zeker gezellig vanavond nog. Aan het bier. Tijd weer. Gevolgd door een aanspanning, de tweede prijs particulieren. Dat zijn deze. Het menteam De Hogenkamp, paard en wagen. Excelsior Renkum. Gevolgd dan. Maar er is iets omgewisseld. Stichting Abrazo gaat eraan vooraf. Organisatie die doet aan aangepaste vakanties. En dat is duidelijk te zien aan de wagen. Hadden rolstoelen mee. Muziek. Nou, even op adem komen. Ik heb als volgende deelnemer staan buurtvereniging Oranjepark. Er komt iets van een Purple Summer aan. Ik weet niet of dat is waar we 2011 aan zullen herinneren. Paarse zomer. Ik denk dat het vooral herinnerd zal worden als een natte zomer. Vandaag dus, ik zei het al eerder niet. Licht bewolkt. En nu in ieder geval een Purple Summer. Blij op de hei staat er aan de zijkant. Dan komt er nu hockey. MHC Ede, Mixed Hockey Club Ede.
G Hockey Ede. Dat is daar ook aan de bosrand, waar ook de MHC Ede zit. Ja, dit gaat natuurlijk wat minder snel te voet. En dat is nog een flinke tippel ook. Vanaf de nieuwe kazernelaan via de Proosdijerveldweg naar de markt. Maar de dames en heren van de Edense folkloregroep Veluwe hebben het er ieder jaar weer voor over. Zij gaan te voet en op de bakfiets het hele dorp door. En wat daar rond draait, is volgens mij geen gewone schaats. Ik denk dat het een rolschaats is. Daar zijn de dames en heren van Veluwe, de folklorengroep. Dus even wat vragen aan die fietser. Ja, meneer, is dat nog lastig zo langzaam te fietsen? Ja, heel erg moeilijk. Te meer omdat op deze fiets niet zulke geweldige remmen zitten. De banden wel goed opgepompt? Ja, banden zijn goed hard. Okay. En het is nog heel end ook, hè? Jawel hoor. Maar tegen de tijd zijn mijn klompen misschien doorgesleten, maar verder gaat het goed. Veel plezier. En Veluwe heeft gewoon alle schapen meegenomen van de hei. Mooi gedaan. En de imker. En nog een paar dames. Volgens mij is het de hele folkloregroep in zijn geheel. Nou, en in de verte dus die ronddraaiende schoen. Die gaan we zo direct eens eventjes bekijken. Kijk, daar is die. Dus even wachten. Tot het zover is. Hij staat inmiddels stil. Dan hoop ik dat die rolschaatsers zien dat daar paarden langs zijn gekomen en dat er behoorlijk wat paardenkeutels daar op de weg liggen. Maar ze gaan er keurig omheen, gelukkig. Dag dames, hoe lang rolschaatsen jullie al? 6 jaar, zoiets. Ik 5 jaar. 5 jaar. Wat is nou zo leuk aan een rolschaatsvereniging? Nou, altijd weer wat anders. Allemaal hele verschillende soorten. Ja. Jullie geven ook shows, optredens. Hoe werkt dat? Ja, 1 keer in de 2 jaar doen we een show. En dan heb je altijd allemaal helemaal verschillende stijlen. En dat is echt wel super leuk. Hoeveel leden hebben jullie? Ongeveer? 60, 80, zoiets. Hoeveel? 60, 80. 60, 80. Kunnen jullie nog leden gebruiken? Ja, natuurlijk, ja, altijd. Oké, melden bij La Luna Rodaars. Veel plezier. Rolschaatsen dus.
een activiteit die toch iedere keer weer terugkomt. Dan denk je van, hé, hey, zou er nog gerolschaatst worden? En ineens, in wat voor vorm dan ook, zie je ineens weer de jeugd op wieltjes. En zo'n vereniging als La Luna Roders is dan zo'n constante factor die enorm profiteert als dat rolschaatsen in welke vorm dan ook. Of het nou skileren heet, rollerskating of rolschaatsen, dan ineens weer een extra steuntje in de rug krijgt door de populariteit. Drumband OBK komt achter de jongerenraad aan. Goeiedag. Jullie zijn van de jongerenraad. Ja, inderdaad. En wat doe jij in de jongerenraad? Ik ben gewoon lid van de jongerenraad. Ik zit in bepaalde commissies en taakgroepen. En daarmee zorgen we dat we de jongeren een beetje vertegenwoordigen in de politiek hier in Ede. Oké, okay. En hoe doen jullie dat vertegenwoordigen? Nou, vooral door veel te praten met de politiek hier in Ede. Zorgen dat je op de hoogte bent van alles. En zorgen dat je op de hoogte bent van als jongeren graag iets willen. En dan proberen daar advies over te geven aan de politiek. Was dat veel tijd om daarin te zitten? Ja, het is een beetje hoe druk je het zelf maakt. Maar het is op zich prima te doen, zeker voor mij. Het gaat allemaal erg lekker. En als je met z'n allen doet, dan scheelt het altijd veel werk. Nou, veel succes en een fijne dag. De jongerenraad, een paar jaar geleden, voor het eerst ingesteld. Laat je horen is de kreet die op hun aanhangwagen staat. Drumband OBK Bennekom met de majorettes. De sterren zou ik haast willen zeggen van OBK, letterlijk. Mooie pakken, fluwelen pakken met sterren erop. En daar is de drumband Oefening Baardkunst OBK. En als u het verslag van de openingsavond hebt gezien, dan hebt u ook al de heidehoogheden uit Duitsland gezien. Dat zien niet deze dames overigens. Nee hoor. Uit Steinhagen. Daar hebben ze ook hoogheden. Die rijden mee. Maar eerst komt er nog de eerste prijs van de verenigingen. Heel kleurrijk. En deze dames mogen er zeker zijn. Deze kleurrijke groen met paars uitgedoste kinderen waren van openbare basisschool Het Palet. De voltigevereniging De Woelige Stal is dit. Ik doe het ze niet na. Ik ben toch heel benieuwd naar die pakken. Volgens mij is dat ongelooflijk warm op zo'n zomerse dag als vandaag. Ik ga het ze zo eens even vragen. Dag dames. Dag dames. Je vol slanke dames. Is het niet ontzettend warm om op zo'n dag met zo'n pak aan te lopen? Vreselijk warm, maar erg leuk. Ja. En we doen een beetje water erin iedere keer. En jullie zijn namens welke organisatie? Kreten. Edense Kreten, oké. Okay. Vanochtend nog op de radio, nu op de televisie. Smartlappenkoor, hoe vaak treden jullie op? Nou, zeer regelmatig. 1 keer per maand ongeveer. Ja. Zijn jullie echt secreten? Nee, heel niet. Gezellige boel dus? Ja, altijd. Wat zingen jullie? Smartlappen? Nederlands? Buitenlands? Nee, vooral Nederlands. Ja, muziek staat aan. Gaan we horen. Veel plezier.
De Edense kreten. Het smartlappenkoor. Sommigen hebben het heel goed bekeken. Die liggen gewoon lang uit. De trapakkers, ook altijd vaste prik tijdens de heideoptocht. De akker naast het gemeentehuis aan de Paasbergenweg. De trapakkers waar ieder jaar nog traditioneel wordt gezaaid, geploegd en geoogst enzovoort. Toneelgroep Coulissen stuurt een paar levende standbeelden. U zag ze net, grijs geschminkt. Daar zijn ze nog eventjes in een cabrio-kever. Dat is ook helemaal hip trouwens. Met de autopet, oftewel de step. Je hebt ze tegenwoordig ook met hele grote wielen. Die kun je een enorme vaart mee maken. Deze man heeft ook vleugels, dus misschien dan weliswaar geen versnelling. Maar als je die vleugels hebt, dan moet het wel goed gaan. Dit zijn allemaal deelnemers van Soma Actief. Een activiteit in Heidewijk die vandaag heeft plaatsgevonden. Op de hoek van de Kerkweg en de Verlengde Maandenweg. Allerlei organisaties die daar acte de présence geven. Modelspoorbaan, promospoor. De zendamateurs van de VRZA. Maar ook de sporterspeluitleen en dergelijke. En dan de Zeeheldenbuurt. Michiel de Ruiter van Spijk. U weet wel, al die straten. Ten noorden van de Molenstraat. De Zeeheldenbuurt. Dat is drumband Fidelio uit Woudenberg. Niet direct een buurgemeente. Wel uit de buurprovincie Utrecht. En daarna kinderdorp Bennekom. Dan weet ik niet of de kinderen dit jaar dit gebouw hebben gebouwd. Volgens mij is dat allemaal alweer tegen de vlakte gegaan. Maar er was kennelijk nog wel wat hout over. Om een aardig optrekje mee te nemen. Vanuit Bennekom naar Eem. Muzikanten hadden door dat daar behoorlijk wat paardenuitwerpselen lagen. Ze gingen er mooi omheen. Ze letten echt niet alleen maar op hun instrumenten, maar ook wat er om hem heen gebeurt. Bennekom. Carnavalsvereniging De Hekkensluiters. Nou, dat gaat in ieder geval niet op. Er komt nog veel meer. Zelfs in het Vaticaan slaat de Purple Summer aan. En Purple Summer was dus het thema van deze optocht. Een ander jaarlijks evenement in Ede is de Airborne Tattoo. Ook dit jaar weer op een vrijdagavond in september. Vaste prik. En als ik me niet vergis, is Ede TV daar ook weer live bij. En dat zou dan het derde jaar op rij zijn.
vanaf de markt in Ede. Ede is natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden met de operatie Market Garden. De luchtlanding op de Grinkelse Heide. Vorig jaar zo ongelooflijk spectaculair en uitgebreid nog eens een keer weer zijn herdacht. Daarna was er zelfs nog een airshow, maar dat had dan weer te maken met Jan Hilgers, die hier ooit was bezig met experimenteren met luchtvaart. Als het net even iets anders was gegaan, had Schiphol aan de Goorsteeg gelegen en aan de Hessenweg. Nu staat er alleen nog een herdenkingsteken aan de Zonneoordlaan. Een soort vliegtuigvleugel staat daar in het bos. Het is niet ver ten westen van de Hessenweg, kunt u dat zien. Jan Hilgers herdenkingsteken. Maar goed, ik dwaal af. Dit was natuurlijk had niks met Jan Hilgers te maken. Het ging over de Airborne Tattoo in september dus weer op de markt in Ede. Hou de media in de gaten. En op de dag zelf natuurlijk Ede TV. De harmonie uit Ede. En daarna de bloemenkoningin uit Voorthuizen. Dames met donkere haar. Daar links in beeld, de witte Sherpen. Flora en Florina. Ik had het zelf niet bedacht. Te gast vanuit buurgemeente Barneveld in de gemeente Ede. En zo zal ongetwijfeld ook Ede wel eens een keer vertegenwoordigd zijn in de gemeente Barneveld. Een heel kasteel. En het draait nog rond ook. De ridders van de slof zijn dat in de verte. Benieuwd hoe lang ze daarmee bezig zijn geweest met het maken van dat kasteel. Goeiedag meneer. Hoi. Hoe lang zijn jullie bezig geweest? 3 maanden ongeveer. 3 maanden? Alleen voor vandaag? Alleen voor vandaag. Oh. En dan meteen weer de sweater in. Nou, uiteraard hè. Nou, feesten. Veel plezier. Dankjewel hè. Het jongerenwerk van Welsteden, oftewel jongerencentrum Pep Talk. De gebouwde kei. Vlak bij het zwembad. Deppelen Steengebied, Koekeltse Boslaan, die hoek. Net onder Veldhuizen B. Daar is dat zeer actieve jongerencentrum te vinden. Afgelopen jaar heeft Ede FM daar ook wel radioprogramma's vandaan verzorgd. Carnavalsvereniging De Zumba's. Met een carnavalsversie van de Lonely Goat Herd uit The Sound of Music. Moeten we even wachten
op Sport en Survival Team Ede. Volgens mijn lijst althans. Genieten we nog even van Prins Carnaval. Zumba's. Leuk logo trouwens. Zumba's moet je misschien wel zeggen. Wie durft nu nog te zeggen dat we in Ede geen carnaval kunnen vieren? Het idee dat dat alleen maar boven de grote of onder de grote rivieren gebeurt, dat is natuurlijk ook al lang achterhaald. Dus bijvoorbeeld in Noordwijk zijn ook heel actief met carnaval. Maar zelfs in het hoge noorden, in Groningen en Friesland, zijn carnavalsverenigingen te vinden. Nou, de fitnessers op een open vrachtwagen. Ik denk dat alle paarse ballonnen in deze omgeving nu wel uitverkocht zijn, voorlopig. Bellen geblazen hier. Dat zullen ze vast niet handmatig doen. Nee hoor, het komt gewoon uit een automaat. Een bellenblaasmachine. Ze ruiken ook heel zomers op de een of andere manier. Echt een lente-zomergeur komt er vanaf. Bloemenlucht. Het is ook wel even verfrissend tussen de dieselmotoren heen. Nou, we swingen en we fitnessen en we sporten meteen nog even verder. Er komt nog een sportschool langs. Judo. Dat soort dingen. En deze hebben het dit keer gegooid op hun danslessen en de dansschool. Wat ik net al zei, daarna dus nog een sportcentrum. Dan zou nu moeten komen een dansstudio die ook optrad tijdens de openingsavond, gisteravond in het Openluchttheater. Denk ik dat ze op de vrachtwagen dansen en niet ervoor. Ja hoor. De hele vrachtwagen gaat heen en weer.
na die dansstudio zou dan nog de fanfare van OBK uit Bennekom moeten komen. Drumband hadden we al gehad. Een fanfare. U kijkt naar een live verslag van de Heideoptocht in Ede Centrum. Heideoptocht 2011 met zo'n 60 deelnemers. We hebben er nog zo'n 10 te gaan, denk ik. En deze dansschool heeft de derde prijs in de categorie bedrijven gewonnen. Als u een betere indruk wil krijgen van wat zij allemaal doen en kunnen, dan moet u nog maar even naar de reportage kijken van de openingsavond. Daar ziet u flitsen van allerlei groepen van iMove. Nou, je kunt kennelijk al erg jong beginnen hier. Het zijn toch echt nog krummels die daar staan te dansen. Ja, deze niet, maar die daar net zat. Hier vooraan. Dan zouden er nu eerst wat feestartikelen voorbij moeten komen en dan komt poppentheater De Toverbezem. De fanfare van OBK, ik zei het u al. Laten we eens even hier kijken. Hallo, hallo, mag ik u wat vragen? Wie bent u? Wie bent u? Wie bent u? Hallo, hallo, wie bent u? Ik ben van Ede TV, maar wie bent u? Ik ben Tanja Utens van het poppentheater De Toverbeest. Wie beeldt u uit vanavond? Jan Klaassen natuurlijk. Jan Klaassen. Maar u bent eigenlijk Jantine Klaassen. Oh, ze willen doorrijden. Kijk nou, kom maar even verder. Ja, inderdaad. Maar ja, wij spelen de grote poppenkastfiguren natuurlijk, hè? Ja. En een speciale Heideweekvoorstelling dit keer? Ja, een speciale Heideweekvoorstelling komende zaterdag. 2 keer. Ja. Eentje 's morgens, eentje 's middags. Ja. Het staat allemaal op het flyertje. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. En speelt u dan Jan Klaassen? Ja, dan spelen we Jan Klaassen en Katrijn vieren een feestje. Oké. En het wordt een feestje. Dat wordt een feestje. Het is bij u volgens mij altijd een feestje, of niet? U bent heel feestelijk. Maar waar is het vier? Ja, dat duidelijk. Iets te ver weg nu. Maar dat was De Toverbezem. Met een van de twee dames die dat poppentheater runt.
En inderdaad, ze hebben een heidevoorstelling, heidewekenvoorstelling dit keer. We zijn inmiddels alweer een deel nog meer verder. We hebben er een VIP-party van gemaakt. Een VIP-party. Prachtige glimmende tuinbroeken. Waar halen ze ze vandaan? Kijk, daar komen ze. Oh. Groot feest. Ja, daar zijn de tuinbroeken. Ja. En in de verte zie ik alweer een paar grote sousafoons. Dat zijn die hele grote toeters. Dat is denk ik showband Irene. Daarvoor zou dan op een tuincentrum moeten zitten. Dan de showband Irene. Dan misschien nog deelnemer Josje Bakker. Maar ik heb hier een vraagteken staan. En dan het Rode Kruis. Tweede prijs in de categorie bedrijven komt er zo aan. Een, ja, wat is het? Een soort bar, een poolbar, een schoorsteentje erop. Het installatiebedrijf gaat er met de tweede prijs vandoor. Die hebben hun eigen discjockey meegenomen. Ja, dat kan ook. En een surfplank. Een tuincentrum. Een hele oude grasmaaier. Aan de andere kant stond de hele nieuwe trouwens. En dan komt nog OBK. Nee, sorry. Showband Irene. OBK hebben we net gehad. Die begonnen net te spelen toen ze bij ons waren. Daar is Irene. Uit Ede. Maar het is altijd wat lastig om een show op te voeren tijdens een optocht in een straat. Dus ze houden het rustig. Maar ik weet, en u hebt dat misschien zelf ook wel eens een keer gezien, dat ze echt een hele mooie show kunnen weggeven. De gemeente Ede alweer. Rolstoelers komen nog voorbij. Omarm de zon. Vakantie de rolstoel. En het Rode Kruis. En de gemeente Ede. En de gemeente Ede zal ervoor zorgen dat de weg daarna weer wordt vrijgegeven. En dat betekent dat we er doorheen zijn door de Heideoptocht 2011. In de Heideweek.
thema Purple Summer. Toch ook op dit punt aardig wat publiek. Maar u als kijker van EDTV hebt het allemaal vanaf de eerste rang kunnen bekijken. Via uw eigen tv-station. Op heidebeektv.nl kunt u deze en andere beelden terugzien. Alle items die wij schieten in de Heideweek worden in de studio gemonteerd en meteen on-air gezet. Dus op ons kabelkanaal EDTV. Niet lang daarna wordt het ook geüpload naar YouTube en naar heideweektv.nl, want dat is met elkaar verbonden. Dus mocht u eens een keer wat missen, want het ververst waarschijnlijk de komende dagen best wel snel, dan kunt u het altijd nog op internet weer terugzien. Kijk, die rijden gewoon lekker achteraan in de cabrio. Dus zo direct kunt u weer kijken afwisselend naar de verslaggeving van evenementen van gisteravond en vandaag. Dat wordt dus steeds ververst. Zodra er beelden bijkomen, dan gaat het oudste er weer af. En zo gaan we de hele Heideweek door. Heideweek TV dus 24 uur per dag. Tussendoor ziet u dan steeds eventjes onze kabelkrant. Kunt u even weer op adem komen. Even het laatste overige nieuws zien. Op de radio zijn we ook actief. Iedere avond van 6 tot 8. Heideweek vandaag. Dat wordt de volgende ochtend herhaald. Om 7 uur. En 's middags van 2 tot 4. Op zaterdag, deze week en volgende week, gaan we een uur langer door. Dat betekent ook dat de herhalingen de volgende ochtend dus en 's middags, dus zondag, een uur eerder beginnen. De Ecumenische Kerkdienst, die gaan wij opnemen voor de radio. En die is morgenavond om 9 uur te horen. Een uur lang uitgebreide samenvatting op Ede FM. En de avond daarna, maandagavond, ook om 8 uur. Op de radio dus. Verder kunt u ieder heel uur direct na het NOS Radiojournaal op EDFM horen de Heideweek Update. Met in 1,5 minuut de laatste berichtjes vanuit de Heideweek. Dus ook belangrijke wijzigingen in het programma zullen daar voorbij komen. Ik had het al eerder over de filmavond morgen in het Openluchttheater. Stel nou dat het toch heel vies weer wordt, dan kunt u in de Heideweek Update van EDFM horen wat daarmee aan de hand is. Maar daarvoor kunt u natuurlijk ook kijken op de site van de Heideweek zelf. Blijft u ook ons volgen via Twitter. @HeideweekTV. @EdeTV. @EdeFM. Daar staan allerlei berichten. U kunt ons mailen. Heideweek@EdeTV.nl. En volgen dus op de website. Heideweektv.nl. Wij gaan langzamerhand hier afronden. Het is nu 8:09. En ik had al gezegd, we zitten wat eerder in de optocht, dus we redden het wel voordat het donker wordt, in tegenstelling tot vorig jaar. Nou, dat is uitgekomen. Mooie, compacte optocht. U hebt het allemaal heel goed en uitgebreid voorbij zien komen. Wilt u nou zelf nog de hort op vanavond? Dan om 8:50 is iedereen aan op de markt en daar kunt u waarschijnlijk nog wel het een en ander daar weer aantreffen. Voor dit moment, namens alle medewerkers hier in Ede Centrum en de medewerkers in onze studio aan de Kerkweg van Ede FM en Ede TV, wens ik u een hele fijne avond. Heel veel plezier nog in de Heideweek. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.